Ja, daar kom ik aan hoor. Hey. Nou, dat is even lastig. Want hier zitten twee mannen en die kennen ons programma. Ja, klopt. Hoe kan dat? Een paar dagen terug toen kwam een klasgenoot, die kwam bij mij en die was dus ook door jullie geïnterviewd. Dat, ik toen even teruggekeken op YouTube. Dat, Was... Hoe vond je klasgenoot het? Die was wel verrast dat jullie even langskwamen. Zodat, Ik vond het verder wel leuk. Zodat, En daarom ben jij ook zo enthousiast? Ik vind het wel grappig, dus dat, dat is het probleem niet. Ik vind het wel lastig interviewen zo. Mannen, ga eens even... wie zijn jullie? Ik ben Hendrik. En jij bent? Alwin. Waar gaan jullie naartoe? Wij gaan naar Leeuwarden. Wat heb je nou in vredesnaam voor sjaal? Veendam sjaal. BV Veendam. Ja. Weet je wel wie de periodekampioen wordt? Ja, Cambuur Leeuwarden. Ja, Veendam niet, hè? Nee, Cambuur haalt het ook niet, hè? Die staat ook al te dik achter. Hey, dit wordt uitgezonden in meer dan de helft van Friesland. Ja, maar jij kan straks niet meer over straat, hè? Dat is de realiteit. Ik zou erom denken in Leeuwarden. Dat is de realiteit. Hey, wat gaan jullie doen in Leeuwarden? Naar school toe. Wat voor school doen jullie? Ik doe nou technische bedrijfskunde, HBO. Alsjeblieft. En hoe ver ben je met je opleiding? Eerste jaar nog maar. Dat, Maar je hebt gouden handjes en toen zeiden ze, ga jij maar een technische opleiding doen? Het heeft meer met bedrijfskunde te maken dan met techniek. Dat, En jullie hadden het filmpje al op YouTube gezien, hoorde ik, hè? Ja, hij wel. Ik zeg mij niks. Jij bent ook nog geen fan? Jij leeft alleen maar voor dat gekke Veendam van je? Ik ben nu fan. Vanaf vandaag ben je fan? Ja, vanaf nu. Ja. Nou, dan zullen wij ervoor zorgen dat je op YouTube komt, Rudy. Ja, toch? Hey, zit jij bij hem op school of zo? Nee, ik zit op het Van Haal. Van Larenstein. Ik doe milieukunde. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is een goed gekozen opleiding in deze tijd, hè? Ja, klopt. Ja, milieu is zeer aantrekkelijk, dus ik dacht, dat is veel werk in te vinden. Heb je nog een goede tip voor de mensen thuis, wat rechtstreeks met het milieu te maken heeft? Gescheiden afval, dat kennen we al, dus daar moet je niet mee aankomen. Nou, let goed op je energieverbruik voor minder koolstof, dioxide-uitstoot, CO2-uitstoot. Ja. Ja, dat is toch wel een goede tip. Hey, en waar kennen jullie elkaar van? Van het werk. Ja. Aha, nou, je voelt de volgende vraag al aankomen, hè? Waar werken wij? ik werkte bij Stotterboom. Een kippenslachterij in Kornhorn. En hij werkt er nog steeds als het goed is. Ja. Ja. Kippenslachterij, zijn er kippenvangers? Nee, het is gewoon een verwerking. Pluim. Dat zijn van die speedjongens vaak. Ja, nee, dat zijn wij niet. Nee. Hey, ik krijg een beetje het gevoel dat we het gesprek moeten beëindigen. Hè? Is goed. Want jij zit een beetje ongemakkelijk, toch? Nou, valt bij mij nog wel mee. Ik denk dat maar jij hebt zoiets van, dat heeft lang genoeg geduurd. Het zit vrij zwaar, ja. Hey, veel plezier in Leeuwarden vandaag. En ik zou die sjaal heel snel omwisselen als het jou was.